Ik wil graag een stukje met je delen wat ik gisteren tegenkwam. Ik ben deze week mijn webinar aan het voorbereiden dat ik binnenkort geef. En soms doe ik dat door gewoon de camera aan te zetten en dan begin ik gewoon dingen te vertellen, dingen uit te proberen van hé, wat voor boodschappen wil ik delen? En dan meestal kijk ik dat stukje daarna terug om te zien van hé, wat wil ik inderdaad in mijn outline opnemen en dan maak ik daar aantekeningen bij. En wanneer ik dat doe, dat soort video's opnemen, dan is dat natuurlijk gewoon heel erg alleen voor mezelf. Dus ik had gewoon op een middagje de film aangezet en het ging echt om gewoon het vinden van de juiste boodschap die ik wilde delen. En dat betekent dat ik helemaal geen aandacht besteed aan in welke hoek staat de camera? Is de belichting goed? Is mijn haar gekamd? Dus ik zag er niet per se op mijn allerbest uit. En ook in mijn taalgebruik, ik was denk ik gewoon een beetje ja, in een bepaalde bui waarin ik dingen zei op een manier waarop toen ik het terugkeek, ik het een beetje pijnlijk vond. Ik vond het eigenlijk een beetje lelijk allemaal. Niet super lelijk, maar wel dat ik echt even dacht, jeetje, is dit nou echt hoe ik overkom als ik niet bezig ben met hoe ik overkom? Als ik gewoon mezelf ben, is dit dan. Ik zag bijvoorbeeld mezelf water drinken en dat drink ik dan zo. Ik zal het even proberen voor te doen om je een beeld te schetsen. Ik weet niet of dat gelukt is. Ik was te weinig zelf naar het beeld aan het kijken, maar soort van, ik hou dat dan in mijn wangen en dan zit ik daar echt zo. En dan voel ik me, als ik daar naar terugkijk, echt heel erg lomp. En nu is het misschien al minder goed te zien, want voor deze video heb ik wel aandacht besteed aan hoe is de belichting en hoe ziet het beeld er ook gewoon mooi uit, inclusief ikzelf dus. Maar met die belichting en met gewoon de hele outfit en alles, ja, werd ik even overvallen door zo'n gevoel van. Waar het in de kern op neerkwam, was dat ik even voelde. Ik ben op dit moment vrijgezel en ik dacht, jeetje, als ik weer een vriend zou krijgen, dan gaat hij me dus ook in zo'n setting meemaken waar ik gewoon geen moeite aan het doen ben en daar gewoon mijn water zit te drinken op de bank. En het voelde zo onmogelijk dat iemand daar met mij zou kunnen zijn en van me zou kunnen houden. En misschien herken je die stukjes wel op bepaalde momenten waarop je delen van jezelf terugziet of terugkrijgt of jezelf bepaalde fouten ziet maken. Het kan soms voelen alsof er dingen in onszelf of in ons leven zijn die eigenlijk gewoon niet liefbaar zijn. En als ik dat verhaal geloof, zoals ik gisteren deed toen ik die video zag, dan geeft dat mij altijd een heel erg problematisch gevoel, als het ware. Het voelt alsof ik dan kan kiezen tussen, oké, of ik ga dus niet echt lief gehad kunnen worden van dichtbij. Ik ga niemand. Of ja, eigenlijk dat sowieso. Ik wou zeggen, of ik ga altijd soort van bezig moeten zijn met hoe zie ik eruit en trainen dat ik er wel wat mooier drink. Echt zo ver gaat het vanuit het ego-perspectief. Of ik kan dus zorgen dat niemand me ooit op die manier te zien krijgt. Maar dan kan ik dus ook niemand echt dichtbij laten. En gewoon op dat soort onbedachtzame momenten bij mij in de buurt laten. En waarschijnlijk hebben al mijn vrienden en dichtbijstaande mensen me al lang in die vormen meegemaakt. Dus dat kan best wel stressvol voelen als je daarin zit. En echt de ervaring hebt dat dingen van jou inderdaad niet liefbaar zijn. Daarna kwam ik terug bij een besef wat ik eigenlijk al heel erg vaak heb gehad, maar wat ik toch weer even overnieuw moest terugvinden. En wat eigenlijk een veel diepere waarheid is, die ik ook met jou wil delen als je dit soort momenten herkent. Eigenlijk komt het altijd neer op twee dingen. Of datgene wat je zag, wat niet liefbaar voelde, is niet wie je werkelijk bent. Of het is eigenlijk niet zo onliefbaar als je denkt dat het is. Misschien mag het er eigenlijk wel veel meer zijn. Misschien is een Loes die er lelijk uitziet, of lelijk is al een beetje een waardeoordeel natuurlijk, maar misschien mag een Loes die met bolle wangen drinkt en een beetje een soort lompheid in zich kan hebben soms, mag er misschien ook gewoon zijn. En toen ik dat weer terugvond, kwam ik weer in zoveel ontspanning en harmonie. Ook al was het misschien op dat moment nog niet per se duidelijk voor me welke van de twee het was, of hoe het liefbaar zou kunnen zijn, maar alleen al dat te weten, gewoon te kunnen weten dat bij alles in je leven, zowel als het over jezelf gaat als de situaties in je leven waar je mee worstelt, dat het of niet jouw waarheid is en dus mag evolueren in wat wel klopt, of dat het eigenlijk
meer oké is dan het nu voelt. Dat is zo'n enorme geruststelling. En dat is een waarheid waar ik telkens weer opnieuw bij terugkom. En waarvan ik voel, dat voelt voor mij zoveel kloppender dan de ruis die zit in die overtuigingen die in mij omhoog komen wanneer ik zo'n beeld van mezelf zie en het gevoel heb dat het onmogelijk liefbaar kan zijn en dat er onmogelijk ooit nog een man dichtbij me zou kunnen zijn die me op die manier meemaakt en die nog steeds zegt, ik wil dat jij de vrouw van mijn leven bent. Dus dat is wat ik met je wilde delen vandaag. En het toevallige is dat het webinar wat ik aan het voorbereiden ben ook helemaal gaat over hoe je dit kan toepassen op ieder gebied van je leven. Dus bij iedere plek waarvan je voelt daar wrijft iets of daar loopt iets niet helemaal fijn zoals ik zou willen, ga ik je laten zien hoe je ook daar terug in harmonie met jezelf kan komen, met jouw diepste waarheid. En zoals Byron Katie ook zegt, de waarheid is altijd zoveel vriendelijker en zachter dan we denken. Het zijn de misverstanden die we vanuit ons ego creëren die pijn doen. En het is onze waarheid waar de liefde en de harmonie schuilt. Dus als je het fijn vindt om samen met mij op zoek te gaan of terug te gaan naar die plekken in je leven waar jouw liefde en harmonie schuilt, dan zou ik het heel erg leuk vinden als je mee komt doen ook met het webinar dat ik binnenkort geef. Want daar gaan we er helemaal de diepte in duiken. Gaan we geleide meditatie doen om dat stuk in jezelf te vinden. Dus ik heb je er heel graag bij, want dit is iets wat ik doe omdat ik graag mensen daarin wil helpen begeleiden. Zodat we allemaal meer vanuit de liefde en de harmonie en de schittering gaan leven die we werkelijk zijn. Je kunt gratis meedoen met het webinar en je kunt je aanmelden door te gaan naar www.meradouce.nl/droomleven. Ik reis heel graag daar met je verder.